beide al als kind wat ze later wilden gaan doen. De een bakte al meer dan 56 jaar bruin. En de ander behoort inmiddels tot de landelijke top van de restauratiearchitectuur. Welkom bij Dommeland Live. Aan tafel zit Carlijn de Wild uit de gemeente Boksel. Ja. En daarnaast ook bekend de bakker uit Liemt, Jos van Eindhoven. Ik ben ontzettend blij dat jullie er zijn. Jullie hebben dus een gemeenschappelijke deler. Namelijk dat jullie allebei al heel vroeg de passie en de liefde voor het vak hebben gevoeld. En, met een paplepel. Ja. Met een paplepel. Ja. Ja, absoluut. En Carlijn, ik wil jou heel graag introduceren aan de kijkers met een kort filmpje. Ik heb vanaf kleins af aan een enorme fascinatie voor monumenten en een enorme fascinatie voor kerken. Er is iets met dit soort gebouwen wat gewoon een gevoelige snaar raakt. Het feit dat zo'n toren als bijvoorbeeld hier in Utrecht meer dan 700 jaar bestaat en al meer dan 700 jaar stedelijke geschiedenis heeft meegemaakt. Er zit een hele diepe fascinatie in mij van joh, wat vertelt zo'n toren nou en wat vertelt zo'n gebouw nou, wat vertelt een monument nou? Wat een prachtig filmpje, Carlijn. En wat een bijzonder werk doe jij. Want je bent nog hartstikke jong, 30. Ja. En ik heb begrepen dat jij onlangs een prachtige prijs hebt gewonnen. Ik noem het prijs of een oorkonde. Monument Talent 2021. Ja, ik ben gedeelde tweede plaats geworden. Dat is toch geweldig. Ja, dat was fantastisch. Het was een hele leuke dag om dat mee te maken. En, ja, een hele eer om uit alle jonge vakmensen van het land geselecteerd te worden als een van de drie finalisten. Dus, ja, dat is echt gewoon helemaal top. Ja. Want, vertel eventjes zeg maar de fascinatie voor de torens, de monumenten. Want jij bent uiteindelijk, je hebt een vrij lange titel als werk. Misschien dat je het zelf eens even mooi kunt vertellen. Je bent? Ik ben restauratiearchitect en bouwhistoricus. Fascinatie voor monumenten heb ik al zolang als dat ik ken, dat ik mezelf ken. Ik op school enorm genoten van het vak geschiedenis, altijd al. Ik was ook altijd aan het tekenen, dus die combinatie tussen verhalend geschiedkunde en tekenen was zat wel bij mij erin. En bedoel je dan tekenen echt al met lijntjes en dat soort dingen? Nou ja, figuratief? Ja, ook. Maar ook het natekenen van gebouwtjes. En het op een gegeven moment, ik heb een hele periode gehad waarbij ik letterlijk de plaatjes van de Romeinse castellums in geschiedenisboeken aan het natekenen was. En castellums? Ja, de Romeinse legerplaatsen. Okay. Dus de forten die de Romeinen bouwden. En daar lazen wij in onze geschiedenisboeken tijdens de les. En ik had daar altijd een A4'tje of een bloknotitie naast liggen met een pen. En ik was gewoon die plaatjes aan het natekenen. En ja, legerpoppetjes erin aan het tekenen en zo. En dat soort zaken. Dus dat was wel mijn... Maar wat fijn als je al zo jong voelt wat je drive is. Of in ieder geval al hebt ontdekt wat je passie is. Ja, ik heb nooit problemen gehad met studiekeuze. Nou, dat is echt, ik kon in één stuk door. Wat ben je gaan doen? Ik ben bouwkunde gaan studeren in Eindhoven aan de universiteit. Daarna de master erachteraan gedaan. En toen ik in Eindhoven aan het afstuderen was voor de master voor architectuur, heb ik ook monumentenzorg en architectuurgeschiedenis in Utrecht gedaan. Dus ik ben dubbel afgestudeerd in 2017, uit mijn hoofd gezegd. Ja, 2017 dubbel afgestudeerd en toen het werkzame leven in begonnen. Ik vind het heel bijzonder, want natuurlijk heb ik het een en ander opgezocht en gelezen. Jij bent daarna, na je afstuderen, ben jij, als dat klopt hoop ik, vrij snel gaan werken. Ja. Bij de Dom in Utrecht. Ja, ik heb letterlijk in oktober 2017 mijn bul van de Universiteit Utrecht gekregen. En in november van dat jaar stond ik op de stijgers van de Domtoren om deel te maken van het team. Onder de begeleiding van een fantastische mentor, restauratiearchitect, die mij echt letterlijk onder zijn vleugels nam en mij het vak wilde leren. Hoe gaaf.
Ja, dus dat is heel gaaf. Het is heel tof dat je die kans krijgt. En ja, zo'n fantastisch project als de Domtoren. Ik hoop dat nog een keer mee te maken in mijn carrière. Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Ik heb een paar afbeeldingen. Daar kunnen we even naar kijken. Eventjes zien van de Domtoren. Oh, het restauratieproject. Ja. Oh, wat tof. Deze heb ik geleend van de site van, weet jij wel, Nico de Bont. Ja, Nico de Bont. Kun jij even vertellen wat hij doet? Nico de Bont is de restauratieaannemer waarmee wij samenwerken. Die zit inderdaad in Vught. En Nico de Bont is een aannemersbedrijf wat enorm bedreven is in het restaureren van natuursteen. Mm-hmm. En doen heel veel natuursteenprojecten, onder andere ook bijvoorbeeld de Sint-Jan in Den Bosch. En we doen toevallig ook samen de stadhuisgevel van Den Bosch op het moment restaureren. Dus echt een natuursteenvakspecialisme daar in Vught. Ja. Links zien we natuurlijk nog de dom voor de restauratie. Zo ken ik hem niet meer zo goed. Nee, dat dacht ik al. Hij staat nu helemaal in de stijgers, maar ik heb ook een afbeelding hoe die honderden jaren geleden erbij stond. Maar dat is een tekening. Oh, fantastisch. Oh, ja. Ja, mooi, daar gaat jouw hart sneller van kloppen. Ja, dit zijn echt wel hele leuke. Kun je even kort zeggen wat we hier zien? Wat je hier ziet is een situatie, ik denk zeker 19e eeuw wel, waarbij je de Domtoren in een soort afgekloven toestand, een soort afgekloven toestand ziet. De Domkerk, zoals iedereen misschien wel weet, is ooit eens ingestort. Ja. Het kerkschip is nooit teruggebouwd. Dus kerk en toren staan altijd los van elkaar. En in de 19e eeuw stonden zowel de kerk als de toren er niet zo florissant bij. Mm-hmm. Daar zijn hele mooie plaatjes van het wegnemen van allerlei ornamentwerk wat op die toren ooit gezeten heeft en toen verdween vanwege valgevaar of ouderdom. Nu is het dus zover dat alles in de stijger staat. Ja. Hoeveel meter stijger staan we? Tot hoe hoog is die ongeveer? De toren is zelf 112 meter en 32 centimeter. Dat is een van de hoogste, geloof ik. Is de hoogste kerktoren van Nederland. Ja, de hoogste. Ja, dat vind ik dat wel altijd heel tof om te zeggen. Ik ben 30 jaar oud en heb de 3 hoogste kerktorens van Nederland in de portefeuille. Dat is heel gaaf. Want die andere is ook Delft. Delft, de nieuwe kerk in Delft, die hebben we afgelopen jaar als opdracht binnen mogen halen. Ja. En de derde is de Eusebiuskerktoren in Arnhem. En die hebben we in 2021 afgerond. Dus dat zijn wel zijn hele gave, mooie oude kerktorens. En wat doe jij om het iets begrijpelijker te krijgen voor mij en voor de kijkers? Wat is jouw taak in Utrecht? Wat doe jij? Want ik heb foto's gezien dat je op de bouw rondloopt. We zagen het net in het filmpje. Wat is jouw taak? Eigenlijk niet zo heel gek anders als wat je denkt aan als je een architect denkt. Het enige verschil is dat wij ook daadwerkelijk plannen maken en ontwerpen maken. Maar wij ontwerpen in feite niks nieuws. Dus wat wij ontwerpen is heel technisch, heel materiaalkundig. Om ervoor te zorgen dat een monument ook in de toekomst nog behouden kan blijven. Dus wij zijn ook enorm aan het ontwerpen, maar heel onzichtbaar aan het ontwerpen. Dus dat, En op basis van jou of jullie ontwerp. Moeten hoeveel honderden werken daar? 200, 300, of moet ik aan denken? Voor de Domtoren is het zo dat we daar 600 kuub natuursteen vervangen in 5 jaar tijd. Ja. Ja, dat zijn een kleine 10.000 verschillende ingrepen die we in die toren doen. En dat is een fractie van die toren. Dus die toren die is zo immens groot dat we uiteindelijk, ik geloof iets tussen de 10 en de 15% hebben aangepakt. En met hoeveel mensen, als je alles bij op zou tellen in een schatting, wordt er gewerkt aan de Domtoren? Ja, dat is een beetje afhankelijk van wat voor soort periode van het jaar. Maar in de drukste periode zijn ze tussen de 15 en de 20 man op de stijgers bezig. Ja. Oké, wat een werk. Klein team, relatief klein team voor heel veel werk. Ja, want jij bent daar ook te vinden. Ik heb ook begrepen zeg maar, dat je de stenen, die worden getest van met het kloppen. Ja. Is die hol of niet? Ik vroeg mij zo af, die natuursteen, waar komen die vandaan dan? Overal. Overal ter wereld. We hebben, het is wel vrij lokaal hier in Europa. We hebben geen stenen van buiten Europa. Maar is dat bewust? Nee, niet bewust. Maar de stenen die we in het palet hebben van de toren, die komen ook uit die regio. Dus komen veel uit Duitsland en uit België en Noord-Frankrijk. En wij voegen daar wel nieuwe stenen uit Italië,
Italië aan toe en we hebben stenen uit Engeland. Dus oh, dat, ja. is, dat is eigenlijk een beetje in een cirkeltje om Nederland heen. Nederland heeft zelf geen niet veel natuursteen om te verwerken. Mm-hmm. We hebben natuurlijk wel de mergelgrotten, maar die, zijn, die steen is net iets te zacht om te gebruiken voor dit soort bouwwerken. Oh, ja, ik dus ben blij dat ik dat snap. Ja, dat had ik zelf al. Wat leuk. Ja, ja. Ik vind het echt geweldig wat, jij, wat jij allemaal doet en jouw passie. En dat er zoveel bij komt kijken. Nou, dat las ik ook ergens. De digitale tijd is natuurlijk ook aan de orde tijdens de restauratie van de Domtoren. Want ik heb ergens gelezen dat er QR... Ja, klopt. Kun je dat eens even kort uitleggen? Ja, ik vertelde net al over die 10.000 ingrepen die we doen. Ja. Dat zijn allemaal ingrepen die we met de hand hebben nagelopen. Dus inderdaad met de hand een steen beoordelen, afkloppen, kijken of dat die los zit. En dan daar een plannetje voor maken van wat gaan we er dan mee doen. Maar al die handmatig aangewezen blokken, die hebben allemaal een QR-code gekregen met een plaatscode eigenlijk. Die zijn allemaal ingescand, die zijn allemaal in een database. Gekomen. En dat is eigenlijk de digitale database die we gebruiken om ten alle tijde te weten waar welke steen zich op dat moment bevindt. Bevindt hij zich ergens nog in de toren of in een opslag of bij de aannemer? Een soort track and trace ook. Een soort track and trace, ja, van waar zijn onze stenen gebleven. En hoe dus deden ze dat vroeger dan? Eigenlijk niet heel veel anders. Alleen werden stenen gewoon met merktekens gemerkt. En dat doen we dus niet meer. Dus dat doen we gewoon met iPads en QR-codes tegenwoordig. Het is een geweldig systeem wat door de aannemer is ontwikkeld. En dat werkt fantastisch. Ja, je kunt altijd achterhalen waar je blokken zijn gebleven. Het is heel fijn. En bij brood niet zo'n last van, hè, Jos? Nee, hè? Nee. Vast plekje voor, ik vind het echt heel erg super. Ja. Nou, zei jij net Delft, mm-hmm. dat kennen de meeste mensen wel allemaal van TV. Van TV, ja. Want het Koninklijk Huis, degenen die overleden zijn, die liggen daar begraven. Is het ook dat stuk? Of? Nee. Oh. Het is wel de kerk van de Koninklijke Grafkelders. Ja. Maar het is in Nederland zo dat in heel veel gevallen de kerk en de kerktoren in bezit van elkaar gescheiden zijn. Kerken zijn vaak van een kerkgenootschap of van een kerkbestuur en de torens zijn heel vaak van lokale overheden, van gemeentes. Oh. En in dit geval is het ook zo dat Delft die knip ook heeft. Dus wij restaureren daar of gaan daar de toren aanpakken. En die is in eigendom van de gemeente Delft. Dus wij werken niet voor de kerk en inderdaad voor het Koninklijk Huis, maar voor de gemeente die de toren in eigendom heeft. Ja. Nou, geweldig. Wanneer wordt de toren in Utrecht opgeleverd? Dit jaar. Ja, we zijn aan het afronden. Dus, Hoe trots ben je? Ja, heel trots. En ik heb toevallig vandaag een oplevering mogen doen. En het is fantastisch wat we daar gemaakt hebben. En het vakmanschap wat je daar ziet. Alles met de hand gemaakt. Geen machines, geen 3D-printers. Alles gewoon met de hand. Ongelooflijk, ja. En dat brengt een soort vorm van trots met je mee. Maar ook als je dan rondloopt met het hele club. Ook een beetje weemoed. Ja. Dat waar wij nu staan op 80, 90 meter hoogte in de lucht. Want we staan op stijgers en onder is niks. Er is geen grond onder je. En die stijgers gaan zo meteen weg en hier kom je gewoon niet meer. Nee. Dus wat we nu zien en wat we nu hebben gemaakt, dat is voor de vogels en voor de volgende restauratieronde. En voor de eeuwigheid. Voor de eeuwigheid, voor de toekomst, ja. En we komen er gewoon niet meer bij de komende tientallen jaren. En dat brengt ook een soort van weemoed met zich mee elke keer. Helemaal voorstellen. Ja, ja. Als we nu in Boksel kijken, staan natuurlijk ook wel wat monumentale pandjes. Zeker. Waar kriebelen jouw handen van? Waar zou je wel eens aan willen beginnen? Nou ja, ik kom toevallig heel veel monumenten in Boksel tegen. Ik zit hier in de monumentencommissie van de gemeente. Cool, ja, dus op het moment dat er aanvragers of mensen hun pand willen verbouwen, dan mag ik daarop adviseren met een club deskundigen. Waar mijn handen persoonlijk zelf altijd... Ja goed, ik ben echt een kerkenmeisje al mijn hele leven. Zowel de Sint-Petersbasiliek als de Heilig Hart zijn natuurlijk allebei twee objecten waarvan ik zeg van, nou ja, dat zijn echt wel, daar wil ik mijn tanden wel eens een keer inzetten. Ja, want de Heilig Hart, daar zouden toch woningen in komen? Ja, dat was zouden, wel... Volgens mij is dat nog steeds de bedoeling. Ja, ik heb de Heilig Hart... Wij hebben daar toevallig een paar commissievergaderingen geleden nog over gesproken van waarom gebeurt daar niet zoveel. Zij hebben vergunning en er is een
er is een plan. En er is een plan, maar ik weet verder niet waarom dat er niet gestart wordt. Nee. Meestal draait het dan om geld weet en ik niet, verkopen. Weet ik niet. In de commissie hebben we het eens gevraagd van joh, wat doen ze nou eigenlijk met die bouwvergunning die ze hebben? Want er gebeurt niks. Ja, behalve dat de tuinen al ge... Ja, maar dat is ook al even geleden. Ja, ja. En het blijft behoorlijk stil. En dat doet dan wel een klein beetje pijn in mijn monumentenhart. Ik weet namelijk ook dat als panden heel lang ongeroerd staan, dan dat is meestal niet goed voor ze. Nee, en dan gaan ze lekken en dan gaat er allerlei narigheid ontstaan. Dus, klopt. Ja. Ik vind dat altijd heel erg jammer om te zien. Dan denk ik, joh, maak daar nou eens iets moois van. En laat ze niet zo lang leeg staan. Ja, dat snap ik. Nog een box als object? Het bekende kasteel Stapelen natuurlijk. Oh, ja. Ja. Ja, en ik denk dat ik... Dat zijn denk ik wel meer ja, die dat denk vinden, ik wel. Nou ja, ik heb best wel een... Ik ben natuurlijk zelf bokselaar, opgegroeid in deze gemeente en ook opgegroeid met Stapelen. Ik speel ook al heel lang bij de Gildebondsharmonie, waar wij dus elk jaar de kasteelconcerten deden. Dat is ook nog muzikaal. Dat is meer hobby. Dat moet verder geen naam hebben. Maar ik was wel altijd heel erg blij als wij in september daar op de Kasteelbinnenplaats dat concert mogen geven. En dat is een beetje tweeledig. Ja, tweeledig gevoel, het feit dat... Maar is dat nu niet meer dan? Nou ja, nee, want... Omdat er nu iemand dat er privé een andere woont. Eigenaar in zit, een privé eigendom is geworden. En, ik dacht dat wij zitten doorging. Ja, nee, wij zitten al een tijdje niet meer in het kasteel met dat concert. We doen af en toe mee met Bond Salon, als de spiegeltent erin staat, dat wel. Wat zou jij... Ja, dat is natuurlijk echt een hele moeilijke vraag. Maar wat zou je graag zien aan kasteel Stapelen? Ja, ik heb ooit in de krant gezegd dat ik het heel erg jammer vind dat zoiets... kasteel Stapelen, dat weten veel bokselaren waarschijnlijk niet eens. Dat is een kasteel wat echt uit de 13e, 14e eeuw stamt. En van de heren van Bokstel was. En echt verweven is met eigenlijk alles wat hier in de grond aan erfgoed en aan verhaal zit. En ik vind het enorm jammer dat dat nu achter private deuren dicht is gegaan. En dat daar weinig... Ik weet van de bokselaar dat ze van het kasteel houden. En ja, het kasteel is wel niet toegankelijk. En ik vind dat erg jammer. Ik zou daar toch wat meer... Miste kans. Nou ja, niet zo. Ja, ik weet niet. Ik durf dat geen gemiste kansen noemen. Er zijn keuzes gemaakt waar ik misschien niet dezelfde keuzes had gemaakt. Ja. En ik vind het jammer dat kasteel geen publieke functie meer heeft. En, het is in ieder geval wel fijn dat we nog de kasteeltuinen mogen gebruiken. Ja, dat het park openbaar is. Ja, dat is heel fijn. Maar het heeft zoiets... Weet je, zoiets magisch eigenlijk, zo'n kasteel, als je daar als bokselaar, maar ook voor toeristen, als je daar zeg maar naar binnen zou kunnen. Ik kom als architect heel veel in gemeentes, we werken heel veel in Zeeland en daar staan ook een aantal van die heerlijkheidskastelen, van die 13e, 14e eeuwse kastelen zoals hier. Ja, en soms dan zijn ze inderdaad van privaat eigendom en je moet niet onderschatten wat dat met zo'n hele kleine hechte gemeenschap doet. Dat in één keer privaat eigendom maken van iets wat al eeuwenlang vanzelfsprekend is voor zo'n gemeenschap. En dat doet altijd wel een beetje pijn. Dan denk je van ja. Je neemt iets weg van een gemeenschap en dat vind ik dan jammer. Ja. En sommige panden, sommige monumenten, sommige verhalen moet je niet weg willen nemen. Hmm. Ja. Nou, ik vind het toch wel heel leuk dat we het benoemd hebben en dat dit er zo uit is gekomen. Ja. Ik ga even naar Jost Bakker. Ja. Je bent ook een beetje een architect, hè? Nou, ja. Met je brood en je dingen. Creaties zijn het wel. Creaties zijn het zeker. Ja. Wat ik zo bijzonder aan jou vind, is dat jij... dat is ook de reden waarom we nu aan tafel zitten. Jij doet al een hele tijd mee aan het programma Dit is de Middag. Ja. Bij de EO. Kun je daar iets kun je erover vertellen? Nou, ik ben, even kijken, sinds... Ik denk al... 15 jaar om erbij heel erg betrokken met de radio. Bij verschillende programma's. En dat is gewoon heel erg leuk. En er zijn vriendschappen uit ontstaan. Dus dat komt vrij dicht bij elkaar. Je bedoelt in Radioland vriendschappen? In Radioland. Ja, ja. Met okay. verschillende mensen die... Guylaine Plag. Ja, dat is een... Noem er eens een paar. Guylaine Plag heb ik best veel. Astrid de Jong. Dat is echt een hartsvriendin geworden. Joh.
Ja, goed. Maar in ieder geval, je bent er regelmatig bezig en je hebt ondertussen wel in de gaten hoe dat het nieuws op die manier wordt verwerkt, op hun manier wordt verwerkt. En daar doe je aan mee. En dat is leuk. En je krijgt morgens een mailtje de onderwerpen van bijvoorbeeld het programma Spraakmakers. Mm-hmm. Van Glenn de Plag. Tot en met vorige maand, 2 maanden geleden. In ieder geval, dan wordt er een bepaalde stelling. Die wordt die wordt neergelegd. En die wordt neergelegd, die wordt door mij doorgestuurd, gemaild. Nou, ga erover denken. Maar dat moet vrij snel. En heel vaak heb je van bepaalde dingen een stelling die zij hebben. Daar heb ik al over gedacht. Ja, dat komt langs op de een of andere manier in het nieuws. En dan wordt er, ga je over denken en een kwartier, 20 minuten. En dan wordt er gebeld vanuit de redactie. Ja, kun je daar in de uitzending komen? Oh, dan kom jij vanuit... En dan kom ik vanuit de bakkerij via de Lucie in de uitzending. Oh. En dat werkt hartstikke leuk. Maar dat is een uitdaging. Ja, en soms dan hoor ik het terug en denk ik, ja... Ja, maar dat is altijd. Ja, daar had ik even staan. Nee, moet me niet in nadruk moeten leggen. En maar dat is altijd. Dat is een uitdaging, je leert veel. Ja. En dan heb ik de eerste 2 jaar, heb ik dat, nee, de eerste 4, 5 jaar. Nou, er waren er weken bij die bijna elke dag in zat. Zo. Dus dat is... Jij vindt het ook leuk, hè? Het is leuk, het is een uitdaging en het is ontzettend leuk. Nou ja. Ben je al ooit op de bakker wakker gekomen? Of radio gesproken? Nee. Dat is een item op Q-Music op zaterdagochtend. En dan bellen ze een bakker, Willem Bakker. En die stellen ze dan een strikvraag. Oh, ja. Om te vragen of dat hij al wakker is. En dan kun je een plakje voor op de deur winnen. Ja, dat is een fantastisch item. Nou, ik ben die morgen, s'morgens ben ik wakker. Nee, maar goed, toen is dat van de radio, is dat met dingetjes gegaan met... Ik onderbreek haar. Volgens mij is jouw vrouw al aan het opschrijven. Nou, dat zou best kunnen. Maar dan is het een kwestie van de krant ook, de Volkskrant. Ja. Verhaaltjes inschrijven. Op de een of andere manier. Nou, en toen kwam, dus naar aanleiding van die verhaaltjes en van de radio... Dus jij schreef ook verhaaltjes, ingezonden brieven voor de Volkskrant? Voor de Volkskrant. Ingezonden brieven of een rubriek? Of nou, er was een rubriek, wat zou u doen? Oh. En toen heeft Machteld van Gelder mij op een gegeven moment gebeld. En zei, ja Jos, ze zijn heel leuk voor jou die inzendingen. Maar ik heb er nou al 25, 30 erin gezet. En ik krijg al commentaar van verschillende mensen. Van mensen die ook regelmatig een inzending doen. Ja, waarom hij wel? Is dit de rubriek Jos van Eindhoven? Of is het, wat zou u doen? Dus ja. Maar in ieder geval, dat wordt ook opgepikt. En toen had ik... Even de korte versie. Hoe ben je bij de EO terecht gekomen? Nou, en toen ben ik... Nee, maar toen ben ik... En de krant. En de uitzending van Jan Eikelboom. Dat was voor... hoe heet het programma? Prinsjesdag, ja. Toen had ik iets gezegd op de radio. Dat werd opgepikt door Jan Eikelboom. Dat was over de coronasteun. Of dat je die wel ongebreideld... Oh ja, ja. Zeker, ja, dat moet je niet doen, want dat is levensgevaarlijk. Dat heb ik volgens mij gehoord. Vals concurrentie. Nou, daar pikte Jan Eikelboom op. Dus dat zat op tv. Mm. Nou, en toen kwam Jan, de eindredacteur van Dit is de Middag, die belde mij op. Ian en ik waren aan het fietsen. En hij zegt, zou ik iets voor ons programma willen doen? Ik zei, nou, ik ga het in ieder geval proberen. Nou ja, en het is 14, 15 keer gebeurd ondertussen. En ik denk dat we nou, als het tikkeltje mee zit, dat betaal ik weer in... maart ongeveer weer gaan oppakken. Dat er weer een nieuw seizoen komt. Daar komt een heel nieuw seizoen. Ja, nou ben jij breed geïnteresseerd. Hè? Je bent ook begaan met het wel en wee van de maatschappij. Ja. Dan ga ik even heel kort door de bocht naar het mooie Liemt. Ja. Er zijn tegenwoordig best wel, ja, overal wel wat problemen, strubbelingen. Wat zijn nou de dingen die jij... wat jou opvallen in Liemt, waar iets aan moet gebeuren op dit moment, of waar iets misschien anders kan? Nou, we hebben de tijd ontiegelijk tegen. Ja. Nou, ja, het is allemaal veel te duur en het moet allemaal supersnel en het moet allemaal super groot. Mm-hmm. Maar ik vrees mijn grote vrezen als dadelijk het winkelbestand in Liemt bijna uitgehold is, en daar zijn we aardig op weg, dan is de leefbaarheid voor Liemt een stuk minder. Ja, ja. Dan doen we zelf heel veel tekort. Ja. En het mooie van een dorp is waar verschillende winkels zijn. Het zijn locaties om te kunnen winkelen, om boodschappen te kunnen doen. Maar het zijn ook ontmoetingsplekken. Zeker. Ja, en het brengt een bepaalde reuring in het dorp. Ja, ja. Die is de laatste 10, 12 jaar toch wel behoorlijk verminderd. Ja, want hoeveel winkels hebben we nu? Ik denk 8. 7 of 8. We hadden er... Even kijken, in de jaren, begin jaren 90 waren er 18. 16 of 18. Ja. Nou ja,
er is van alles weg. Ja. En in 2010 heb ik met een radioprogramma meegewerkt en toen werd er, toen werden we uitgenodigd om een maatschappelijk probleem daar neer te leggen. Nou, toen zei ik, als de winkels in de kleinere woonkernen, als die wegvallen, nou, dan ondermijnt de leefbaarheid tot en met. Nou ja, daar werd van alle kanten beaamd. Ja, nee, klopt, dat is de grote zorg. Ja, want dat kun jij, Carlijn, vanuit de historie natuurlijk ook. Nou ja, en ik herken het privé ook. Ik heb een tijdje in Essen gewoond. Ja. En als je toch een winkelbestand hebt in kleine dorpskernen. Nou, viel daar helemaal weg. De spaargen zit er nog. Ja. En dat is het. Ja, dat klopt. En dat is ontzettend moeilijk. Maar toen werd ik naar de hand gebeld door iemand van de Kamer van Koophandel. Ja, nee, maar dat was helemaal, dat moest alle aandacht hebben en noem maar op. Nou ja, het is alleen maar bergaf gegaan. Het is enorm moeilijk, hè? Ja. Het is moeilijk. De huidige markt om het is heel erg moeilijk te houden, die kleine winkels. Maar het is, de kleur van een dorp is weg. Ja. De doodzonde. En vooral ook wat jij aangeeft, ik merk dat gewoon dagelijks. Ik vind het dus zo lekker om gewoon even naar die winkel te gaan en een praatje te maken. De ene dag heb je daar geen zin in, de andere dag wel. Ja. Maar je ziet ook gewoon op de stoep bij de supermarkt, zie je gewoon de buurt en de mensen. Nou, precies. En dat is zo belangrijk. Bovendien ook als je het hebt over ouders met kinderen. Je wilt toch die leefbaarheid behouden. Want Jos, weet jij al iets meer? Wat komt er nou in de co-op in Liemt? Weet ik niet. Weet je niet? Nee. Weet ik niet. Daar is een nevelen gehuld nog. Daar doen ze nogal ingewikkeld over. Maar ja, het gaat meteen over heel veel geld. Ja. Als je iets opzet en de winkel moet gerenoveerd worden, dat is met een paar honderdduizend euro niet te maken. Nee, precies. En als daar te weinig tegenover staat, te weinig garantie, dan zeg je, dat doen we niet. Nee, dan kan ik er nog wel weer indenken. Ja, het is heel logisch en het is heel te begrijpen, maar het is of misschien Liemde uiteindelijk is het dadelijk te dupe. Ja. Een dorp is uiteindelijk te dupe. Een dorp is te dupe, ja. Je gaat je buren gewoon minder goed kennen als je ze niet inderdaad bij de bakker of bij de slager vaart. Nou, we hebben wel gelukkig geniemd een geweldig verenigingsleven, dus dat komt echt, dat is uniek. Ja. En bijna alles wat ze aanpakken lukt, dat is een groot goed, maar het winkelbestand zou heel jammer zijn. Ja, heel hard, jij bent 72, ja. Je bakt nog steeds, ja. We hebben de periode al achter de rug. Ooit dat mensen riepen van de bakker die stopt ermee en de groenteboer die stopt ermee. Dat is absoluut niet waar. Nee. Maar jullie hebben op zaterdag ook echt zo'n vast inlooppunt waar de mensen voor 8 uur, want ik weet niet of jij er ooit geweest bent. Nee. Voor 8 uur staan gewoon de vaste mensen op de stoep te wachten tot die deur open gaat. Dan zeggen wij altijd, die komen met de bus. Dat is een hele orde. En dat is dan de eerste stroom. Ja. En als het een tikkeltje wil, zaterdag tussen de 160 en 185, 190 mensen. Ja. Nou. Dus. Maar dat is ook weer zoiets. Ingegeven door de hele dure energie van vorig jaar moesten we wel iets gaan verzinnen. Ja, dat begrijp ik. En dat we kunnen zeggen, dat doe ik niet, want daar hoort. Nee, dat, nee maar anders worden ze door. Onbetaalbaar. Wordt onbetaalbaar. Ja, en die ovens die draaien niet op lucht natuurlijk. Nee. Dus dan moet je de zaak clusteren en dan moet je kijken met op een fatsoenlijke manier. Ja. En je had al het gegeven van 85% van de week omzet, die zat op vrijdag en zaterdag. Ja, precies. Dus dan is die keuze wel dan heel, is helemaal niet, heel goed niet zo moeilijk. Jij blijft nog heel lang bakken, hopen we met z'n allen. En dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. En we hebben het helemaal niet over het bakken gehad, maar dat de passie is, dat staat in ieder geval als een pijl boven water. En jij heel erg bedankt voor je komst. Ja, en graag gedaan. Ja, alvast heel veel genieten gewenst met de oplevering van de Dom in Utrecht. Dat zal zeker goed komen. Jullie thuis bedankt voor het kijken, publiek bedankt dat het er was en ik zeg tot de volgende. Thank you.